We staan hier in het Marinemuseum in de tentoonstelling Zeeslag. En dan meer specifiek het onderdeel over de slag in de Javazee. Ik sta hier naast de scheepsbel van de Kruiser de Ruiter, het vlaggenschip van Karel Doorman en het vlaggenschip van de Combined Striking Force die op 27 februari 1942 het gevecht is aangegaan met de Japanse invasievloot van Nederlands-Indië. Deze bel is topstuk in deze tentoonstelling en vormt het middelpunt van een gedenkruimte. We staan hier omgeven door 918 namen van bemanningsleden, Nederlandse bemanningsleden, omgekomen tijdens de slag in de Javazee. Deze gedenkruimte is in feite speciaal bestemd voor nabestaanden. Mensen die een geliefde of een opa of een oud-oom verloren zijn. Het zijn meestal tweede generatie mensen die nu de tentoonstelling bezoeken. En ik vind het heel frappant dat nog altijd, hoe sterk dat leeft, dat mensen hier met tranen in de ogen ontdekken dat de naam van hun opa hier op deze wand staat. Heel bijzonder om te zien.